en een gelukkig nieuwjaar. En dat was de nieuwjaarswens van Jos Brink. Dag dames, verbaasd zijn mij plotseling op deze plek te zien zitten. Terwijl alle programma's vanavond zijn aangekondigd door mijn collega Ingrid Drissen. Wel, er is natuurlijk een reden voor. En die reden is dat Ingrid Drissen helaas de AVRO-televisie gaat verlaten. En voor mij de taak op dit hele late uur, onder wat vreemde omstandigheden, want wij zitten niet iedere dag samen onder een kerstboom, afscheid van haar te gaan nemen. Het is, Ingrid, de afgelopen 6 jaar hebben we jou leren kennen. In de eerste plaats als een enorme vakvrouw. En daarnaast ook als een bijzondere, aardige collega. Dus het is gewoon dubbel jammer dat je bij ons weggaat. Maar we respecteren uiteraard je besluit om het in de toekomst wat kalmer aan te gaan doen. En gelukkig hoef je niet helemaal te missen. Want jij blijft volledig actief voor de AVRO Radio. En ook u, dames en heren, thuis zult Ingrid Drissen in de toekomst zo nu en dan nog wel eens een keer op het beeldscherm zien. Want vanaf januari presenteert zij 1 keer per maand het NOS-programma Horizon. Bij een afscheid, Ingrid, dat weet je, daar horen bloemen. Je hebt ze al een paar minuten op mijn knieën zien liggen. Ja, ze zijn heel mooi. Ja, maar voordat je die gaat overhandigen, wil ik jou en je gezin, want dat is een van de redenen waarom je het wat kalmer aan wil gaan doen, het allerbeste toewensen. En vooral jou in het bijzonder heel veel geluk en sterkte bij je nieuwe job in het jaar 1981. Namens de AVRO, en ik weet ook zeker namens ontzettend veel mensen thuis, danken we jou heel hartelijk voor je enorme inzet en de enorme charmante wijze waarop jij in de afgelopen 6 jaar de AVRO-programma's thuis hebt aangekondigd. Hierbij deze hopelijk mooie bloemen. En natuurlijk de bijbehorende... Drie zelf, denk je wel? Ja, drie natuurlijk. En nogmaals veel succes. En voordat ik het vergeet, nu graag je laatste afkondiging van een AVRO-televisieuitzending. Ja, dankjewel Hans voor je vriendelijke woorden en de prachtige bloemen. Natuurlijk ook alle AVRO-collega's bedankt die jij vertegenwoordigt hier vanavond. En niet te vergeten al de kijkers die mij in de afgelopen jaren van die aardige brieven hebben gestuurd. En als ik dan zo nodig het laatste woord moet hebben, zou ik iedereen graag een ontzettend goed 1981 willen toewensen. Overigens, dat zou ik bijna vergeten, de AVRO is er morgenavond alweer op Nederland 1 met een genoeglijk programma voor iedereen. En ik zeg maar gewoon tot ziens.